Ik vind het nog niet wennen. Onze samenleving is van de ene op de andere dag stil komen te staan. We zitten in een enorme gezondheidscrisis, een enorme economische crisis die op ons afkomt. Mij doet het heel erg denken aan hoe rivieren overstromen. We weten dat het kan. Maar we zijn er niet altijd goed op voorbereid. In 1953 was dat ook het geval. Het was springtij, stormvloed. Grote delen van Zeeland en Zuid-Holland die liepen onder. En wat we toen deden was niet alleen de huizen weer opbouwen die waren verwoest. Maar we wisten, dit willen we voorkomen. Deze crisis, deze watersnood had ons laten zien waar ons systeem kwetsbaar was. Toen kwamen we met het meest ambitieuze idee, nou misschien wel uit onze geschiedenis, de Delta werken. En dat is ook wat ons nu te doen staat. We moeten niet alleen herbouwen wat we hebben verloren. We moeten onze samenleving beter maken. We hebben eigenlijk een Delta-plan nodig om uit deze coronacrisis te komen. En vandaag wil ik je meenemen in mijn gedachten. In mijn ideeën die ik daarvoor heb. Alles wat er heel goed is in onze samenleving en al het mooie wat we hebben gezien. En in de zaken die we moeten veranderen. Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe de solidariteit diep in ons verankerd zit. Ik zie het hier om me heen in de buurt waar ik woon, waar mensen net iets beter op elkaar letten. Een bordje eten brengen naar een oude man die alleen is. Dat zorgpersoneel wat extra krijgt. Ik vind dat deze crisis laat zien waar we als samenleving toe in staat zijn en waar we ongelooflijk naar verlangen. En ik vind dat dat de les is die we moeten trekken uit deze coronacrisis. Grote bedrijven gaan we nu weer redden. Weet je, in goede tijden zijn deze bedrijven, hebben ze al het geld aan hun aandeelhouders gegeven. Ging het naar de bonussen van de topmensen in dat bedrijfsleven. En nu gaat het slecht. En nu moet de overheid betalen. Ik snap dat we die bedrijven redden. Want het is ook werkgelegenheid. Het is ook wat onze Nederlandse economie maakt. Maar echt, als we ze nu geld geven, kan dat niet zonder voorwaarden. Dan kunnen we niet zomaar deze bedrijven geld geven alsof er niks is gebeurd. Dan gaan we weer door op de voet zoals we dat in 2008 deden. Dat de winsten gewoon weer toren sky high gaan en dat er straks bezuinigd moet worden en dat het betaald moet worden door burgers. Die bedrijven die nu hulp vragen van de overheid, die doen dan belastingontwijking. Dat moet veranderen. Dat moeten we anders doen. We stonden te klappen, ook ik, hier voor de deur, met mijn jongens. Voor de mensen uit de zorg. Hartverwarmend, echt. Maar ook pijnlijk. Want het is niet dat nu in één keer de helden in de zorg werken. Daar werkt ze altijd al. Velen van hen werken voor ongeveer het minimumloon. Laat dat op je inwerken. Dus die meest essentiële beroepen waar wij het over hebben, hebben de laagste inkomens van onze samenleving. Ik vind dat verkeerd. Ik vind dat in ieder geval de lonen van de mensen met de laagste inkomens die in de zorg werken, fors omhoog moeten. De drijvende waarde van onze economie is en waar alles op gebaseerd is, is geld. En dat is echt zwaar problematisch. Geld en efficiëntie. Onze arbeidsmarkt. Mensen zijn daar onbeschermd. Omdat we economische groei zo belangrijk vinden, moesten de kosten van arbeid zo laag mogelijk zijn. Lonen van mensen zijn daardoor onder druk. Ik vind dat iedereen die in Nederland woont, als die pech heeft, of dat men komt omdat hij ziek wordt, of omdat er een coronacrisis is die ons allemaal treft, dat hij recht heeft op zekerheid van zijn inkomen. Dat hij ergens op terug kan vallen. Dat er, zoals je het zou kunnen zeggen, een basiszekerheid is voor iedereen. Zodat niet bij de volgende crisis de prijs weer wordt betaald. Door de mensen die er eigenlijk al het slechtste voor stonden. Roche, een van de grootste bedrijven van de wereld, heeft de afgelopen 10 jaar 134 miljard aan dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. En de eerste weken van deze crisis was er niet genoeg testmateriaal en Roche produceerde dat. Maar in plaats van het recept vrij te geven, zodat iedereen het kon gaan maken, dat er genoeg tests waren, hielden ze het bij zich. Het is een misverstand dat wij denken dat die bedrijven allemaal enorme investeringen doen om ons beter te maken. Het meeste onderzoek wordt gedaan gewoon in de academische ziekenhuizen. En als het dan bijna een product is, dan wordt het opgekocht door die grote farmaceuten, dan krijgen ze het monopolie erop en dan verdienen ze er ontzettend veel geld aan. We moeten naar een systeem toe waarin bedrijven een eerlijke winst krijgen. Naar een systeem toe waarin bedrijven niet het monopolie hebben. Waarin iedereen kan produceren. Omdat we namelijk willen dat als er een goed medicijn is, wat mensen beter kan maken, dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken. Wordt het een groene of toch eerder een grijze herstart van de economie? Nu moeten we doorpakken. Ik hoor ook al geluiden uit het bedrijfsleven van sommige politici die zeggen, nou,
even wachten nu met de aanpak van klimaatverandering. Want we zitten in een enorme crisis. Niks daaraan. Niks even wachten. Nu doorpakken. Want als ik zeg dat geld altijd het leidende principe is geweest, dan geldt dat ook voor het klimaat. En dat betekent dat we niet klimaat nu even op een zijspoor zetten, maar de kern maken van het economisch herstel. En dat iedere euro die we uitgeven aan het redden van een bedrijf, aan het heropbouwen van onze economie, erop gericht is om minder CO2 uit te stoten. Om minder luchtvervuiling te veroorzaken. Om onze natuur sterker te maken. Dat is nu de kans die we hebben en de kans die we moeten pakken. Die focus op geld heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. En we moeten breder durven kijken. Waarden als solidariteit, dat is waar je samenleving op moet bouwen. Voorzichtig zijn met de natuur, met het milieu, met het klimaat waarin we leven. Dat is een belangrijke waarde. We kunnen er niks aan doen dat een rivier overstroomt. We kunnen er niks aan doen als er een pandemie uitbreekt. Maar we kunnen ons er wel tegen wapenen. En zoals we bij de watersnoodramp na 1953 een plan hadden, een deltaplan voor Nederland, hebben we dat nu ook nodig. En dat gaat vele jaren duren. Het is niet dat we met de 5 ideeën die ik nu schets, plotseling Nederland totaal anders maken. Maar het is wel een begin.